We praten ook even na met Karel de Smet, die ja, vandaag niet kon verhinderen helaas dat er 3 doelpunten vielen. Ja, hoe heb jij de wedstrijd gezien vanuit jouw standpunt? Goh, ik denk dat we vandaag een beetje de vermoeidheid nog voelden ook van de wedstrijd van zaterdag, die toch fel bevochten was. Daar was de Hanse ploeg op niveau, was er niemand die het liet afweten. En vandaag vond ik, kwamen we allemaal een beetje tekort. Het was een heel snel veld, een goed veld, maar heel snel. En die vermoeidheid speelde ons een beetje parten, denk ik, in de snelheid van uitvoering. En ik denk dat het moeilijk voetballen was. We kwamen nooit in ons spel. We hebben heel weinig kansen gecreëerd. En zij maken ons dan, ja, zoals het een topploeg altijd, zoals een topploeg het altijd doet, ze maken ze ons een beetje monddood met 1-0 op die stilstaande fase. Iets wat ik vind mag niet gebeuren, want we staan dan met 5 jongens van tegen de 2 meter. Dus dat is een jammer zaak, maar... Ik denk dat we nu moeten gaan herbronnen. Het was misschien hier niet dat we de punten moeten halen, maar ik denk dat we toch mogelijkheden zijn om hier ook punten te halen. Maar dan moeten we allemaal top zijn, zoals dat we tegen Lommel, tegen Charleroi thuis waren. Dan waren we scherp en ik denk dat we vandaag een beetje die fristen mankeren. Dat zijn allerlei... externe factoren die dat in de hand werken, maar het was vandaag niet goed en zet een beetje een domper op die einde seizoensreeks die we toch neergezet hadden en 12 op 15 is goed, maar 12 op 18 dat klinkt al heel wat minder, maar we hebben daarin Lommel, Charleroi en Eupen ook gekregen, dus al bij al moeten we dat onthouden en nu even de rust, de riem eraf en alles terug opbouwen op de mini-stage. En dat we dan voor de tweede seizoenshelft moeten gewapend zijn voor beter te doen dan 31 punten. Alsnog de fans geven waar ze recht op hebben. Ja, oké. Je hebt zowat alles verteld dat ik kon vragen. Bedankt, Karel de Smet. Alsjeblieft.